maandagavond. En dan zijn we de traditiegetrouw natuurlijk weer met een nieuwe NEC-update live, de podcast. Het is seizoen 2, aflevering 6 alweer. En we gaan lekker weer een tijd lang over NEC praten. In de studio, Nick Rokers, verslaggever natuurlijk van RN7, Harold Bastiaans en special guest vandaag, Roderick van Kerkhof. Roderick, goedenavond. Dankjewel, jullie ook allemaal. Ja, leuk en fijn dat je er bent. En dat we het een uur ook met jou onder andere over NEC kunnen hebben. We gaan straks ook nog even bellen met Tijmen van Wissing. Hij is van RTV Oost. Gaan we vooruitblikken op de wedstrijd van komende zaterdag. Want dat is Heracles Almelo, de tegenstander. Eerst gaan we maar eens even terug naar afgelopen zaterdagmiddag. Het was een kansloze missie in Eindhoven. Ja, Boskakli scherpe bal naar voren. Als dit geen buitenspel is, wordt dit een grote kans. Oh, en een penalty wellicht. Ja. En dan is het misschien ook een rode kaart voor Sano. Ja, ik zie een rode kaart voor Sano. Ah, hoe stom kan je zijn als Sano? Kijk, ja, laat hem gaan. Natuurlijk wil je 1-0 voorkomen, maar het gaat 1-1. Ja, dat is gewoon de dekkingsfout. Om voorsprong te brengen, Luc de Jong versus Van Gassel. Luc de Jong in het uiterste hoekje. Daar kan Van Gassel, die wel in de goede hoek zat, niet bij met zijn vingertippen. En zo heeft PSV een droomstart. Dus PSV kan tot een meetje of 30, 35 over de middenlijn redelijk vrij doen wat het wil. Is Guus Stil met de 2-0. Ja, daar gaat het heel makkelijk. Ja, wat een rotstart voor NEC. Dan zit alles zo mee met PSV. Ja, en dan wordt het moeilijk. Higler verlost ons uit onze lijden. NEC verliest met 2-0 uit de PSV. Ja, een nederlaag, die calculeer je misschien vooraf in. Maar hoe het vandaag is gelopen, ja, toch wel erg zonde. Want na 10 minuten voetbal hadden we toch wel het gevoel dat NEC mee kon doen in de wedstrijd. Maar ja, totdat Cordesano een penalty veroorzaakte. Ja, Roderick, hoe heb jij de wedstrijd gezien? Jazeker. Hoe heb jij hem, Ja, kansloos. Ja. Ja, maar wel slim. Ik vond de trainer wel goed ingrijpen. 2-0 is mooi. Eventjes later kregen we een voorbeeld van 9-1. En ja. Toen dacht ik, nou, die Meijer is er dom nog niet. Nee, want dat was ook wel een beetje een discussiepunt van de staan. Van ja, je gaat er een spits uithalen. Maar dat was het enige juiste toch wat je kan doen. Je moet de schade beperkt houden. Want je wilde inderdaad niet afgaan met 9, nee. 10, 11, 1. De wedstrijd is afgelopen na de 8e minuut. Ja. Borrelplankje op de bank. Ja, die had jij. Ja, en dan verder kijken. En dan uiteindelijk wel blij zijn om uit ons lijden verlost te worden na 90 minuten voetbal. Ja, want het was zeker ook de tweede helft. Ja, ook van PSV zijnde was het niet zo heel erg best, hè? Die zetten ook niet meer aan, echt, hè? Nou, dat is niet helemaal waar, want Rogier Meijer die zei na afloop in de wandelgang ook dat Peter Bos wel tegen hem heeft gezegd dat ze wel wilden. Een derde, vierde, misschien wel een vijfde. Maar dat NEC het zo compact hield, zo dicht hield, dat ze er eigenlijk niet meer doorkwamen. Ja, dat is wel een mooi compliment natuurlijk. Ja, maar ik had wel een beetje het idee toen ik in het stadion zat te kijken van naar links naar rechts. Het ging wel traag over elkaar. Ze zetten niet een tandje bij, volgens mij. Nee, maar NEC hield het wel gewoon goed dicht. Want hoeveel kansen op een paar afstandsschoten na heeft PSV nou echt gehad? Niet heel veel. En dat is een compliment aan de defensie van NEC, maar ook aan Rogier Meijer. Eigenlijk aan het hele tiental wat er stond. Want ze hebben de schade goed weten te beperken. En PSV heeft het bij vlagen wel moeilijk gehad om erdoor te komen. Ja, oké. Okay. Harald, jij zei ja, ik pakte het borrelplankje er maar bij. Nou ja, goed, weet je, vooraf ga je ervan uit dat als je tegen PSV voetbalt, dat je in het stadion bij PSV met de statistieken, dat we daar niet gaan winnen. Ik vond ze de eerste 8 minuten wel goed voetballen. Ik vind Sano echt, ik vind het een geweldige voetballer, maar ik vond het wel echt een hele aparte overtreding die hij maakte. Ja. Is zoiets van, ik wil jou bij de schouders pakken. Of hij wilde de Polonaise gaan lopen. Maar de carnaval is nog niet in Eindhoven begonnen. Nee, ja, goed, weet je. En toen was het wel klaar. Toen werd het 2-0. Ik denk dat PSV ook gewoon het wel best vond. Ja. En inderdaad, we zijn een aantal pluspunten van de wedstrijd. Is dat Sandler weer speelde. Ik vond Ouwe Jans weer goed voetballen. Die begon links buiten en ging terug naar links achter. Uiteindelijk toen Koki eruit kwam. Of uitging. Ja. Wat moet je er verder over zeggen? Ja, wij zeiden de wedstrijd was over na 10 minuten. Nick, jij sprak Bastiaan Ornal na de wedstrijd. En die zei er het volgende over. Nee, dat kan ook niet in het veld. Ik moet gewoon, je moet het geloof houden met z'n allen. En dat hadden we ook wel. Alleen ja, realistisch gezien wisten we wel dat het super lastig ging worden natuurlijk. Want met 11 man heb je het al lastig waarschijnlijk tegen ze. En dan met 10 helemaal. Ja. In het begin, jullie begonnen best goed. Ik dacht, er valt nog best wel wat te halen. Ja, hoe extra zuur is het dan dat je bij de rust met 10 man die tweede helft in moet gaan met de 2-0 achterstand?
Ja, wat u zegt, het zijn de eerste 10 minuten, je kan niet er heel veel over zeggen, maar ja, ik voelde me ook wel goed, het team ook wel. En ja, we hadden wel wat controle, vond ik. En ja, er gebeurt zoiets, dat is jammer. En dan, ja, wat je zegt, moet je de tweede helft in 2-0 achter. Ja, dan is het geen onmogelijke opgave, maar we doen ons best en dit was het. Hij zegt u tegen mij. Ja, dat viel mij ook op. Ja, dus zo oud ben je al, ja. Nick. Voordat hij 2-0 viel, kwam NEC ook nog wel een keer in de positie om die 1-1 gelijk te maken. Volgens mij ook door een actie van de Bashar. Ja, zeker. Want die viel dan wel. Jij zei, er waren ook wel positieve dingen te zien. Ik vond Onal ook wel weer een stap gemaakt hebben. Ja, ik vond hem ook goed voetballen. Of, ja, na de omstandigheden goed voetballen. Ja, ja. Komt hij in ieder geval wel meer dreiging vandaan. Ja, wat meer zelfvertrouwen lijkt hij wel te hebben. Hij moest wel wennen in het begin van de competitie. Ja, en ik vond zeker tegen Fortuna was hij echt bepalend wel. Ook in zijn actie door Leiden 1 tot de 0-2 uiteindelijk. Ja, en ook vandaag, ja, wat hij kon, heeft hij op zich goed gedaan. En dat verdient wel een compliment, vind ik. Ja. Ja, goede stijgende lijn. Ja, daar was hij zelf trouwens ook nog wel blij mee. Want je gaf hem een compliment. Ja. Zei hij, ja, klopt. Ik had wel wat wendtijd. Zeg maar. Ik had wel wat wennings nodig. En ja, het gaat wel. Ik merk dat ik elke wedstrijd wel steeds beter ga. Dus, vinden wij ook. Ja, dank u wel. Dus daar ben ik blij mee. En vandaag ook een klein beetje gevaarlijk kunnen zijn. Natuurlijk niet genoeg. Maar ja, wat u zegt, stap voor stap ben ik wel blij. Ja. Nick, je hebt gewoon een oud hoofd. Ja, ik zei ook tegen hem na afloop. Je mag gewoon. Ik mag gewoon een jaar ouder dan jij, hoor. Ja. Zeg maar je tegen. Hij is maar 20 en ik ben 21. Doe even rustig. Goed, voor hem liggen er misschien weer meer kansen tegen een tegenstander als aankomende zaterdag Heracles Almelo. Hè. Dat is wel een wedstrijd waar hij zich meer kan hij laten zien. Hij zei nog, hij zit eraan te komen, hè, doelpunt. Ja, doelpuntje. Ja, hij zit eraan te komen, dus laten we hopen voor hem dat hij valt. En voor ons natuurlijk. Ja, dat zou mooi zijn. We gaan straks vooruitblikken natuurlijk op die wedstrijd. Eerst nog even naar penalty moment. Heel dom hadden we het erover. Ja, misschien hebben ze in Japan andere regels. Maar na afloop werd ook gezegd, hij had hem beter neer kunnen halen. Hè? Had hij gewoon geel gekregen. Ja, die snap ik niet. Nou, ze hebben me dat een keer uit proberen te leggen, Harold. Ik weet niet of ik het goed begrepen heb, maar als je een 16 meter iemand in een voetbalactie neerschopt, dan krijg je geel. En als het geen voetbalactie is en je belemmert hem op een goal, dan is het rood. Oké, dus een sliding. Maar er zijn vast scheidsrechters die nu luisteren, dus je kunt altijd even inbellen, toch? Ja, dat kan zeker. Nee, maar volgens mij is dit ook de uitleg die ik overal heb gehoord. En ook Mario van der Ende heeft volgens mij gereageerd op dit geval. En dan is dit inderdaad de juiste uitleg. Als je een sliding maar is dat niet raar? Want ik heb dit weekend ook een sliding ergens zien of een overtreding waar inderdaad iemand maar geel kreeg. Waarbij ik zei van, Willem 2 volgens mij eigenlijk. Dat staat toch niet in verhouding dan? Nee, het staat ook niet. Maar ja, ze moeten ergens natuurlijk een grens trekken. En dit hebben ze gedaan. En dat wordt weer geëvalueerd straks. En dan gaan ze het weer veranderen. Ik vind dat je ook moet kijken naar de ernst van de overtreding. Want het gaat er inderdaad om. Kijk, hij probeert hier niet de bal te spelen samen. Daar gaat het om. Hij houdt hem bewust neer voor een doelpoging. En als hij een sliding maakt waarin hij enigszins probeert de bal te spelen. Dan zegt de scheids, oké, je probeert de bal te spelen. Maar wat we zeggen, we kunnen hem neerhalen. Ja, als hij hem gewoon met twee benen van achter binnenkomt vliegen, dan is het ook groot, denk ik. Dat denk ik wel, denk niet dat handig is, inderdaad. Nee. En dan was er nog iets anders, want er werd natuurlijk meer over gesproken over dit voorval. Was Van Donk eigenlijk niet degene wie de fout ging? Want die heft het buitenspel op. Dan was de hele discussie daarna klaar geweest. Nou ja, kijk, weet je, er komt twee keer een identieke situatie komt er over links. Links over Nuiting heen en daar staat iemand te slapen. En in het geval van Sano, ik zou die jongen nooit zover in de eigen 16 willen hebben. Want die heeft hij volgens mij nog nooit gezien. Nee. En die maakt dus die fout. Dus ik denk dat je in de eerste goal niet moet uitstappen en bij de tweede gewoon rugdekking moet geven. Even naar binnen met z'n allen. En de tweede helft was het wel geregeld. Ja. Toen speelden ze met 3 man in het centrum en toen was het geregeld. Ik denk dat ze inderdaad een videootje even erbij hebben gepakt van zo gaan we dit niet meer doen in ieder geval. Maar dat was ook, je zag ook duidelijk op die beelden als Van Donk maar een klein stapje terug had gedaan, dan was het buitenspel geweest. Ja, maar goed, ze spelen buitenspel en het gaat snel en je speelt tegen PSV en het is een vol stadion. En, wat scheelt het ook, hè? Het is een lichaam, voor mij de helft van Van Donk zijn lichaam, had hij eerder moeten stappen, maar goed. Ja. Ik denk wel dat je een verdediging hebt die wel rugdekking kan gebruiken. Dus, jawel, ja. Je moet eigenlijk altijd even zorgen tegen dat ze ploegen dat je goed gestaffeld staat. Je speelt ook niet tegen de minste, hè? Dat is natuurlijk ook weer zo, hè? Nee, die moeten morgen of overmorgen tegen Juventus. Ja. Ik denk dat we gewoon tegen de kampioen van dit seizoen hebben gespeeld.
Wij zeggen allemaal, Roderick Sandler is echt heel erg belangrijk voor NEC. Dat is hij natuurlijk ook. En eigenlijk een beetje de buitencategorie. Hoe kijk jij naar zo'n speler? Ik vergelijk een beetje met Arjen Robben, maar dan in de achterhoede. Als hij meedoet, is hij een van de beste. Maar hij doet niet genoeg mee. En dat is een probleem. Ja, alleen Arjen Robben heeft het dan bij de grote clubs nog wel een beetje waar kunnen maken. Ja, goed, dan zie je het even in perspectief. Ja. En hij kan geweldig goed voetballen voor NEC-begrippen. En dan is het jammer dat hij niet altijd speelt. Nee, ben jij nog steeds spelersmakelaar of was je? In ons bedrijf was Johan Hansma dat. Ja? En ik deed de clubs. Okay. Dus ik was voor de club consultancy. Maar, jij zo'n speler onder je hoede zou hebben, ja. Het lijkt me ook frustrerend. Want, ja. Ja, dat is heel frustrerend. Deze jongen, als die fit is, kan die echt wel mee in de Nederlandse top. Maar ja, daar keuren ze hem op af. Ja. Als je ook nog, kijk, als je een hele hoop geld moet betalen voor zo'n jongen. En hij speelt dan 20, 25 wedstrijden per jaar. Ja, dan gaat zo'n club niet meer doen. Nee, had je verwacht dat hij weg zou gaan? Had je verwacht dat hij een transfer zou maken? Nee, ik had dat niet verwacht. Nee. Juist vanwege dit, ja. Ik had echt gedacht van, die gaat niet weg. Nee, want die topclub komt dan niet? Nee, want die kijken gewoon naar statistieken. En die zeggen, dat is te weinig voor het geld wat erin investeren. Ja. Vind je het dan een verstandige keuze dat hij nu voor, wat is het, 5 jaar is bijgetekend? Ja, als ik een beetje gehoord heb wat hij gaat verdienen, dan denk ik dat hij een hele grote deal heeft gemaakt. Ja. En iedere dag heel erg blij is als hij naar NEC kan. Ja, maar dan is het sportieve dus wel een klein beetje, ik zit hier zeker 5 jaar en... Nou, kijk, weet je, ik heb vanmiddag op de zaak, zoals je weet, we hebben heel veel NEC'ers in dienst en dan gaat het er nog wel eens over. En toen hadden we het er zo over van... Wat is NEC nou eigenlijk voor een club? En toen hebben we gezegd, het lijkt me wel een club die op een gegeven moment moet aansluiten tussen 5 en 6, 7. Weet je, die positie. Ja, dan ben je toch een prachtige club. Zeker. Ik bedoel, de tijd dat je 10e en 11e wordt en 9e, die zijn nu wel voorbij, vind ik. En je bent daar te goed voor. Ja, en dan kom je in dit soort categorie spelers die jou daar kunnen brengen en houden. Dus ik vind het een keurige ondertekening van een prima speler. Ja, je krijgt natuurlijk ook wel veel commentaren nu van... ja, hij is niet fit. Je gaat iemand voor 5 jaar vastleggen. Inderdaad, hij gaat veel verdienen bij NEC. Of voor NEC-begrippen dan, om het zo even te zeggen. Ja. Maar ja, hij speelt zo weinig. Ja, maar ja, ik hoor Nick net zeggen van... hij deed weer mee en het was weer als van ouds. Dus laten we hopen dat hij op een gegeven moment ook een bepaalde rust vindt... om zijn wedstrijdjes te kunnen blijven spelen. En hij heeft gewoon eventjes een paar maanden nodig om daar doorheen te komen. En ik denk dat de technische staf trouwens, of de medische staf, daar ook wel naar op zoek is van waar zit het nu. Want ja, het kan toch niet zo zijn dat je er niet achter komt. Nee. Ja, ik heb hier ook wel eens volgens mij geroepen van dat zit het niet bij hem een beetje tussen de oren. Dat hij gewoon zo vaak al teleurgesteld is dat hij iets krijgt. En dat bij de minst geringste wat hij voelt, dat hij denkt, mis. Ja, ik ben niet op de hoogte van de wetenschap en wat het hoofd doet met blessures. Maar het is wel zo dat dat een onderdeel zou kunnen zijn. Ja, dan neem ik aan dat ze daar ook hulp voor hebben. Ja. Tegenwoordig heeft iedereen een coach, dus het lijkt mij dan dat hij dat ook wel kan hebben. Op allerlei manieren inderdaad, ja. Dat klopt. Ja. En nog, als stel je voor, hij kan maar 24 wedstrijden spelen, dan is hij dat geld gewoon nog waard. Want met zo'n speler zorg je ervoor, waar jij zegt, dat je op die plekken kan gaan spelen. Nou ja, als je een club bent en je investeert dat geld in zo'n speler, dan vind je hem dat waard. En dan heb je dat overwogen met elkaar. En dan heb je gezegd, hij moet het worden. Nou, prima, ik kan het wel volgen. Oké. Tot zover Philip Sandler. Ik krijg ook nog een vraag binnen, want er stond nog een andere speler in één keer op het veld. Nou ja, op het veld. Hij stond onder de lat. Wat vonden wij van Stijn van Gassel? Want ja, die maakte zijn debuut. Hij was, dat was een vraag van Bob. Nou, een goede vraag van Bob. Ik denk dat iedereen wel tevreden was over Stijn. Hij was wel een beetje onwennig in het begin. Hij heeft al een nuk wat hij af moet leren, vind ik. Oh, en dat is? Nou ja, elke klembal die hij had, viel liggen. Meer. Ja. Ik vond dat vind ik zo raar. Ja, mijn zoon is ook keeper geweest. Ik zeg, dat deed jij vroeger ook. Maar toen was je... Maar goed, weet je. Hij zei ook van, weet je, die man zoekt zekerheid. En dat is zijn klem. Ja. Ik heb vast. Ik val niet, hè. Ik heb tijd zat. Maar ja, uiteindelijk stond je 1-0 achter. Later 2-0 achter. En heb je dan tijd zat. Ja, je wil niet meer, blijkbaar niet meer verliezen. Dus. Nee, maar verder vond ik hem fantastisch leuk keeper. Hij deed het best goed.
Ja, en haalde ook nog een paar goede ballen. Ja. Die hield hij mooi tegen. Redding. Ja, en de... alles wat we hebben gezien in de voorbereiding, wat we zo matig aan hem vonden of slecht, dat hebben we gewoon niet meer gezien. Nee. En dat deed mij wel goed. En daarom denk ik dat we heel blij mogen zijn, toch wel weer bij deze keeper. Want ik was juist verbaasd dat het zo maag slecht ging in de voorbereiding. En hij heeft gewoon laten zien dat hij een hele goede keeper is. Dus we hebben gewoon weer twee hele goede keepers in de selectie. En daar mogen we heel blij mee zijn. Ja. Ja. Nog een vraag wie ik binnenkrijg. Wessel, was het allemaal wel zo goed zoals Rogier Meijer voor de camera's zei? Want voetballend was het helemaal niks. Zou dat misschien kunnen komen dat we met 10 man tegen PSV speelden? Dat je niet meer voetballend rijdt, jongen. Nou ja. Je creëert natuurlijk niks meer daarna. Nee, maar je maakt een keuze. Nee. Hij maakt een keuze. De trainer maakt een keuze, haalt de spits eraf en gaat verdedigend voetballen. Ja, dan is het dus niet aantrekkelijk. Zijn we wel gewend van vroeger. Toen speelden we wel met 11 man, dat is de jaren 80 en de jaren 90. Over een maand praat niemand er meer over. Nee. Dat was een van je verliespartijen tegen de nummer 1. Ja. Ja, kijk, je moet ook even kijken naar die trainer. Die weet ook daar 8 minuten dat het klaar is. Ja. En die moet daar het beste uithalen. En die moet zaterdag geloof ik weer tegen Heracles Almelo. Dus ja, om dan de ploeg neer te sabelen lijkt me niet erg handig. Dus die haalt daar het positieve uit. Ik kan hem wel volgen, hoor. Ja, en dat zeiden we van tevoren ook al met die spits. Want ja, als je er met 9 of met 10 of weet ik wat afgaat, dan ga je ook niet lekker naar de volgende wedstrijd. Dat doet niet echt veel goeds. Nou ja, kijk, de discussie is dus nu. Rogier Meijer is geen Robin van Persie. Heeft die status niet. En Robin van Persie komt er nog 1 keer mee weg. Met 9-1. Ja. Maar dat was met Rogier niet gebeurd. Nou, prima. Dan snap ik hem dat hij in zijn stadium, waarin hij zit als trainer zijnde, bij de ploeg waar hij bij betrokken is, wat hij keurig doet, dat hij gewoon zegt van jongens, luister even, ik vind het mooi. Volgende week weer. Ja, en deze die schrijven we af. En ja. We kijken naar, daar moet je de punten pakken. Nou ja, het is ook wel erg opportunistisch. Ondanks het feit dat je voor 4 tot en met 7 wil voetballen, dat je denkt dat je in het Philipsstadion met 10 man PSV op de rug kunt gooien. Ja, met 11 man was dat toch al eigenlijk was dat al lastig genoeg? Hele lastige wedstrijd. Ja, was dat al lastig genoeg geweest. En met 10 is het onmogelijk. Nee. Het juiste wat hij daarin heeft gedaan. Dus voetballend was het niks, maar dat was te verklaren, Wessel. Dus hierbij in ieder geval jouw antwoord. Even kijken, we hebben nog wel meer vragen. Gert-Jan de Koning. Meijer heeft zijn droomselectie. Moet de druk niet wat hoger, zodat we geen piratieloze wedstrijden meer krijgen? Nou ja, moeten dus het niet. Ja, dat vind ik wel. Ja. Ja. Nou, echt? Ja, ik vind, ja. Hoezo? Dat zal ik jou vertellen. Kijk. NEC heeft nu een bepaalde status bereikt. Hè? Als club zijnde. Gepromoveerd weer uit de eerste divisie. Opgeklommen. Elk jaar een beetje beter. Je begroting wordt gedekt door iemand die dat kan en wil betalen. De resultaten zijn goed vorig jaar. Je speelt de play-offs. Ja, als je nu gaat zitten en achterover gaat zitten en denkt het komt allemaal wel, dan gaat het weer net zo makkelijk naar het putje aan de andere kant. Ja, maar ze zitten nu zeker niet achterover, hè? Bij NEC. Nou, ik vind het te makkelijk om nu te zeggen van joh, we gaan nu voor de 7e en 8e plek. Ik vind dat als je naar de selectie kijkt en de investeringen die gedaan worden. Ik ken niet zo heel veel clubs die zoveel voor spelers betalen als NEC. Dus dan vind ik het in salarishuishouding heel normaal dat je gewoon mee gaat doen voor die posities. En 4 is dan misschien een beetje overdreven, maar 5, 6 en 7 mag jij wel ambitie op hebben. Sterker nog, die moet je hebben. Ja, ambities moet je altijd hebben. En dat ze hoog liggen vind ik ook goed. Alleen we hebben vorig jaar een jaar van uiterste gehad. Dat heeft iedereen kunnen beamen. Met statistieken en gewoon met het blote oog. Dat alle ballen van 40 meter erin vlogen. Mm-hmm. We hebben nu een selectie staan die denk ik beter is. Ja, minimaal, daar ga je dus al. Dus je hebt al een selectie die beter ja, maar is. Die beter is minimaal vergelijkbaar met die selectie. Maar dat betekent dus dat je gewoon weer 6e kan worden. 7e. Maar dat is allemaal de play-offs. Dus dan... Ja, maakt het toch niet heel veel uit of je de 68e wordt? Nou, als jij... Ja, dat maakt wel degelijk uit. Dat maakt een paar miljoen uit. Want of jij 5 wordt in de tv-ranking of 9, dat maakt een paar miljoen uit. Dus ik zou dat niet te makkelijk zeggen. Nee, maar ik vind niet dat we moeten zeggen als NEC 8e wordt of 7e of misschien wel 9e, wat dan ook play-offs plek bij sommige momenten is, dat we dan moeten zeggen, ja, nee, dit was een klote seizoen en het is afgelopen en dat kan niet, want... Ja, maar zo'n seizoen is vorig jaar, dat kan bijna niet meer gewoon. Alle posities zijn nu dubbel bezet. En er is heel veel geïnvesteerd. We kunnen er van alles van vinden, maar dat zijn wel de mensen die dat nu doen, die dat ook willen bewerkstelligen. Anders ga je niet zo investeren.
En ik denk dat wij, dat het Roderick zegt dat dat ook wel zo is. Ik denk dat je best mag ambiëren of wat. Eigenlijk moet uitspreken dat je gewoon tussen 5, 6 en 7 wil voetballen met deze selectie. En als ik dan hoor, dat wist ik niet eens, dat er ook nog veel betaald wordt voor die spelers. Ja. Ik denk dat dat... Dat blijkt wel hoe ver ze willen gaan als ze eigenlijk Sam Lammers deze kant op konden trekken. Dat hij meer kon verdienen als bij Twente. Ja. Nou, dan ben je bereid om wat te betalen. Ja. Robert González, die kostte ook een paar knaken. Die heb je ook weten te houden. En die krijgt ook een leuk salaris. Kijk, maar het is wel zo dat de ploeg is gebaseerd op continuïteit. Op solide zijn. Verdedigend sterk. Dat is eigenlijk wat ze willen. En van daaruit willen ze wat creatief worden. Ja, en dan vind ik dat in het creatieve gedeelte moet je ze even nog de kans geven. Want er zijn een paar jongens uit de eerste divisie gekomen. Er komen een paar jongens van ver weg. Die moeten ook even wennen in dit land. Ja, ja dat moet wel komen straks. Want daar heb je op geïnvesteerd. En dat is iets waar ik heel goed kan begrijpen dat je dat doet. Want ik denk, Marcel is ook niet iemand voor een plekje nummer 10 op de ranglijst. En ik heb Wilco wel eens horen zeggen, ja, we spelen tussen 7 en 11. Nou, daar moeten we nu vanaf. Dat is niet zo. Je speelt gewoon voor die subtopplekken. En Marcel die wil dat graag. En ik denk dat je hem dat ook moet geven. En ja, dat het dan niet altijd even hoogstrelend is. Ja, dat is dan een keer zo. Maar de ambitie is toch ook uitgesproken bij NEC om de play-offs te halen. Hè? Of sowieso weer om die plekken mee te worden. Doen. Ja, maar dat vind ik in de fase waarin wij zitten. Kijk, eerlijk is eerlijk. En dat vind ik echt ook. Vorig jaar ben je gewoon gelukkig ook 60 geworden. Als je nu gewoon weer de play-offs had, vind ik gewoon dat je het hartstikke goed hebt gedaan weer. Dat je gewoon in de continuïteit blijft van vorig jaar play-offs halen. En als je dat een aantal jaren kan repeteren of kan laten herhalen, dan is dat toch prima. Ja, maar dat is nou net wat ik probeer uit te leggen. Ik denk dat dat niet gebeurt. Als je stilgestaan, ga je niet een paar jaar halen. Je zult maar staat NEC stil dan nu? Nee, omdat ze juist hebben geïnvesteerd in die spelers. Okay. Dus ze hebben zelf al voorgesorteerd op beter. En dat vind ik juist het knappe van dit. Ze hebben voorgesteld beter. Ze geven het zelf ook aan dat ze beter willen. En ik kan dat beleid heel goed volgen. Ja, en dan moet je ook een keer durven uitspreken dat je dat wil doen. Maar kan dat nu al? Kan je dat nu al dit jaar zeggen? Is het niet beter als je zegt, als je voor dit jaar weer de play-offs haalt, dat je dan weer een stap hoger gaat? Ja, want dan heb je hem 2 jaar op rij gehaald. Dan kan je zeggen, nou, we gaan nu eens kijken of we misschien direct Europa in kunnen. Via de ranglijst. Ja. Maar waarom mag Twente dat wel en AZ dat wel? Die zijn er natuurlijk wat verder als wij. Ja, waarom daarom. Waarom? We hebben nog nooit zoveel financiële injectie gehad als op dit moment. Dus nee, waarom zouden we dat die mogen ambiëren? En waarom ga je de positie dubbel bezetten? Vergelijkbare kwaliteit. Tenminste, als ik de mensen mag geloven die er verstand van hebben. Ja, nou, volgens mij hebben we toch gewoon een voorbeeld gehad ten noorden van ons. Die ook heel veel ambities hadden en dat ook altijd uitspraken. Kijk waar die nu zitten. Ja, en dat is een geval van uiterste. Dat weet ik ook wel. Maar ik vind dat we als NEC zijnde ook best wel eens even mogen zeggen, we willen de play-offs halen. Nou, laten we dat dan als eerst even doen. En dan kunnen we daarna verder kijken of we misschien eens om de 5e plek en dan misschien wel 4e plek kunnen strijden. Ja, maar het is wel zo dat er op dit moment een veel verstandiger financieel beleid bij NEC wordt gevoerd dan bij bij de andere kant. En dat heeft ook een bepaalde reden. En die reden is dat je een bepaald financieel en sportief beleid wil hebben. Ja. Om uiteindelijk bij 4 tot 7 te komen. Kijk, een ambitie is niet erg. Als je een keer niet haalt, dan haal je een keer niet. Maar dan word je 7 of 8. Maar dan vind ik niet dat we er druk op moeten voeren. Wat is er mis met druk? Ik heb het idee dat je een beetje angstig bent voor druk. Omdat, ja, we kunnen hier lang over doorgaan, denk ik. Maar ik vind, nee, maar wat is er mis met druk? Nee, er is niks mis met druk. Maar druk kan wel voor zorgen dat, als er dan iets niet wordt behaald, wat gewoon kan, dat daar dan zoveel ladingen wordt gelegd, waardoor je dus weer krijgt Meijer-Oud, Faalbers, allemaal dat soort geintjes. Ja, daar ga ik niet zo goed op. Ja, maar kijk, volgens mij krijg je dat maakt niet uit, krijg je altijd. Maar je kan het in een kleine groep hebben, maar je kan het ook massaal hebben. Maar druk, misschien moeten we hem anders voorleggen. Je wilt toch elke keer een stapje meer, dus je legt je ambitie steeds hoger. En misschien is dat dan beter het woord als druk. Ja, maar druk is topsport, jongens. Kijk, als je bij de voetbalacademie zit, dan krijg je iedere 3 maanden krijg je een beoordeling. Dat is druk. Ja. Mag ik verder of mag ik niet verder? Dus ze werken er al mee. De jeugdspelers zijn niet anders gewend dan dat er druk is. Zeker nu. Je komt naar NEC, je krijgt een mooi salaris. Ja, en dan moet je gewoon presteren. Dat hoort er wel bij. Ja. Dat is niet eng, dat hoort erbij. En ik denk dat het heel leuk is om te mogen presteren in een volle Goffert. Waar ze zingen, ook al sta je met 4-0 achter. Nou, daar ben ik wel met je eens.
Goed. Oh, dan zijn we eruit. We zijn eruit, jongens. Maar wil je die ambitie waarmaken, dan moet je winnen. En dan moet je zeker ook winnen van de ploegen die je eigenlijk daaronder je ziet. Een van die ploegen is Heracles Almelo. Aan de telefoon heb ik Tijmen van Wissing van RTV Oost. Tijmen, goedenavond. Goedenavond, mannen. Ja, we gaan het maar weer eens een beetje op vooruitblikken naar de wedstrijd van komende zaterdag. Heracles Almelo. Hoe is eigenlijk de sfeer in Almelo op dit moment? Want het gaat nog niet zo helemaal lekker, hè? Nee, ik denk niet dat ze bij Heracles nu meteen denken van drie punten, we zijn in crisis, hè, na 5 wedstrijden. Maar het houdt niet over. Als je weer een 2 thuis hebt gehad en Almere City gisteren in Almelo, ja, dan is dat gewoon te matig. Ze pakten tijdens de seizoensopening nog wel een knap punt uit bij Sparta. Ze hebben ook PSV gehad, maar het is allemaal wel te mager. Ze hebben natuurlijk een hele nieuwe selectie, dus dat is een verzachtende omstandigheid. Maar dit Heracles Almelo mag in principe geen probleem zijn voor NEC om de druk maar eens even op te voeren. Over druk gesproken. Je hoort wel eens dat degradatie voor een club nog best wel goed kan uitpakken. Kijk naar Groningen, dat het tot nu toe goed doet. We hebben eens eerdere voorbeelden gehad. Bij Heracles is dus zo'n geval dat het helemaal niet goed heeft uitgepakt. Nee, niet bepaald. Kijk, ze hebben echt een enorme knauw gehad van het jaar van die degradatie. Wormoed is toen weggegaan. Er is een verfrissing gekomen in de directie. Kijk, Groningen is vorig jaar gepromoveerd met eigen kweek. Hè? Jongens als Schreuder, Valente, Van Bergen daar voorin. Mm-hmm. En daar heeft Heracles absoluut nog niet de vruchten van kunnen plukken. Ze werken ook samen in de jeugd met FC Twente. En dat is allemaal te mager. Het imago van Heracles is de laatste jaren gewoon in ieder geval wel afgeroomd. En er waren tijden dat NEC Heracles redelijk gelijkwaardig was. Maar NEC is Heracles Almelo nu wel echt wel voorbij. Zijn er nog andere dingen waar NEC rekening mee kan houden? Zijn er nog geblesseerden aan die kant? Nou ja, Hoornkamp is nog te vragen of hij misschien dan zijn eerste minuten gaat maken. En verder zijn er eigenlijk niet heel veel problemen bij Heracles Almelo. Dus ik denk dat NEC zich geen zorgen hoeft te maken over Heracles Almelo. En ik zag op Twitter dat ik in deze uitzending zag. En ik zag al de paniek bij alle fans in Nijmegen. Maar volgens mij is het toch weer niet heel veel aan de hand. Al was die wedstrijd tegen Zwolle niet goed. Dus er is in ieder geval voor een thuiswedstrijd wel weer een reden om in ieder geval wat spektakel te bieden. Nee, toen werd er ook overduidelijk gezegd van dat wordt een makkie voor NEC. Maar dat werd het uiteindelijk niet inderdaad. We gaan het zien tijdens zaterdagavond 8 uur volgens mij of 9 uur is de wedstrijd. Dan zien we elkaar weer. Dankjewel voor je bijdrage. Goedjes. Fijne avond, hè. Hoi, hoi. Goed. We gaan zo meteen nog wel even vooruitblikken dan op deze wedstrijd. Want we hebben anders tijd tekort. En ik heb ook nog wel wat vragen voor Roderick. Want je bent hier nou toch de gast. Het wereldje, het voetbalmakelaarswereldje. Wij hebben de afgelopen weken natuurlijk weer die transfermarkt meegemaakt. En proberen wij natuurlijk overal op te jagen. Want we willen het ene scoopje naar het andere scoopje. En toen kwam technisch directeur Carlos Albers naar buiten van... Ja, jongens... Daar zijn we allemaal niet zo blij mee. Want dingen mislukken daardoor. Het kost ons allemaal geld. Hoe maak je dat aan die andere kant mee? Ik heb het natuurlijk aan de clubkant meegemaakt. Toen wij bij Heerenveen dit soort werk moesten doen. We hebben het natuurlijk bij NEC meegemaakt dat we dit werk moesten doen. En ik heb het als zaakwaarnemer meegemaakt. En wat me altijd verbaast is dat het aan het eind allemaal nog moet gebeuren. Ik zou het zelf bijvoorbeeld heel prettig vinden als je gewoon je selectie klaar hebt voor 80% op het moment dat we beginnen met trainen. Maar dat is volgens mij een discussie waar meerdere clubs graag in gesprek mee willen. Maar ja, als die FIFA zegt, ja jongens, we kunnen tot en met, dan kunnen we die transfermarkt openhouden. Want je zag nu ook pas, het komt allemaal laat pas op gang. Ook uit het buitenland. Hè? Engeland, wie pas op het laatste moment gaat halen. Dan zie je dat bij Ajax en PSV er wat beweging komt. Nou ja, we hebben Miralem Soleimani ooit een keer gekocht bij Heerenveen in de winter. En dan kan zo'n jongen even een half jaar wennen. En dan is die binnenboord. Dan zijn de prijzen meestal ook nog wel gunstig voor dat soort talenten. En dan, dan is die jongen al gewend en die kan gewoon de voorbereiding meedoen. En dan heb je je ploeg op orde. Dus ik denk dat het een beleidskwestie is. Je kunt scouten op wat je zelf ziet en wat je zelf zegt dat je gaat halen en dat je wil bij jouw club wil hebben. Je kunt er ook vanuit je netwerk naartoe gaan. Dus zaakwaarnemers die spelers aanbieden en die allemaal afgaan. Ja, dan kom je aan het eind. En ik zal maar zo bij de Jumbo, de Albert Heijn en de Plus is het om 8 uur altijd minder
druk en dan zijn er ook minder spullen in de schap. En dat is met voetballers niet anders. En ja, je mist gewoon een seizoen of een hele voorbereiding mis je, dat je met die spelers gewoon niks kunt, omdat ze niet bij je zijn. En eindelijk is het bezopen dat dit een regel is. Hè? Eindelijk is het heel raar dat je begint aan een competitie en dat je 4 weken later of 5 weken later een totaal andere elftal kunt hebben. Dat vind ik best wel raar. Dus daar moet de KNVB of de FIFA of de UEFA wat aan doen. Gaan ze niet doen, want ja, zo is het nou eenmaal. Maar ik denk dat je moet zorgen dat je eerder je club sterk hebt, je ploeg sterk hebt. Ja, en ik snap Carlos wel dat het af en toe dan mislukt. Maar dan denk ik dat de band met de speler niet sterk genoeg was. Dat het op het laatste moment afcatcht. Ik ga er altijd vanuit als een speler met meerdere mensen flirt, dat hij niet naar jou wil. En dan denk ik dat je hem ook niet moet nemen. Nee, maar Mark, dat zijn toch niet de spelers die dat doen? Dat zijn toch dus maar de waarde. Nou ja, een speler die neemt een zaakwaarnemer in de hand. En die is verantwoordelijk voor alles. Hè? Dus het zou wel heel raar zijn als een zaakwaarnemer de basis van een speler. Dat zou ik heel raar vinden. Dus laat het zo zeggen, in ons geval was dat niet zo. Kan de speler al bepalen wat hij wil. Ja, en een zaakwaarnemer die een club gijzelt door dit soort dingen allemaal te doen. Ja, dan moet je afvragen dat je hem nog in het stadion wil hebben. En ik zou zeggen, niet. Nee. Kijk, ik ben heel goed bevriend met Johan Hansma, technisch directeur nu bij Almere. Ja, en die kampt daar ook mee. Maar die moet zoeken in de transfervrije spelers. En NEC kan iets meer uitgeven. Klopt. Nou, dat zijn dan ook spelers die dan meestal wel voor je club kiezen of niet. En ik denk niet dat je spelers moet halen die niet willen. Nee. Nou hadden wij het vorige week ook over dat het eigenlijk knap is wat Carlos vooral in Japan weet te presteren met dat soort talenten te halen, die dan voor NEC kiest en niet voor grote clubs die ook in de rij staat. Is dat ook wat je zegt, van dat is eigenlijk je kracht? Je moet gewoon... Ja, dat doen ze heel erg goed. Dat doet Carlos heel erg goed. En ze hebben 3 hartstikke goede spelers gehaald. Want even, als jij straks die club bent, Nick, tussen de 4 en de 7, en je hebt zo'n speler uit Japan en die doet het goed, dan ga je ook transfers maken. En daar is NEC nu natuurlijk ook bij aanbeland, van boven de 10 miljoen. Dus dan ga je de transfers maken tussen de 10 en de 15 miljoen. Kijk, en dan wordt het leven toch een beetje anders. Ja, dan mag je wel wat uitspreken natuurlijk als je dat soort klappers gaat maken. Nou, nee, maar dit is nu de volgende stap. Je kunt niet meer tevreden zijn met 7, 8 miljoen als transfersom. Spelers, nee. Want volgens mij heeft Carlos dat ook gezegd in een interview, dat hij echt wel verwacht dat een Sano, dat hij toch wel voor 12 miljoen weg moet gaan. Ja, maar dat is toch wel bepalend welke positie je staat op de ranglijst. Zeker. Dat speelt ook mee. Natuurlijk, als jij aan het linkerrijtje staat, dan scheelt het een paar miljoen met het rechterrijtje. Zelfde speler. Maar ik vind het heel verstandig dat Carlos nu een bepaald bedrag noemt. Ik had het iets hoger gezet. Maar goed, ik denk dat die spelers uiteindelijk dat allemaal waard gaan worden, ja. Ik las net op Transfermarkt, even nog voordat ik hier naartoe kwam, dat de totale selectie 34 miljoen euro waard zou zijn. Nou, ik vind dat matig. Want je hebt een aantal spelers, hè, vooral die jongens uit Japan, proper. Ja, dat zijn jongens die je niet meer onder de 10 weg moet doen. Nee. Maar ik vind altijd die bedragen, hoe die daarop gebaseerd worden, is ook altijd... Maar even voor onszelf. Ik denk dat je in een bepaalde positie komt als NEC, zeker omdat het niet hoeft, hè. Maar zal het wel dekken. Dus je hoeft het niet te verkopen, een speler. Dat je hem ook niet voor minder dan 10 weg moet. Maar proper gaat toch nooit verkocht worden voor meer dan 10 miljoen? Laat staan 7, denk ik. Nou ja, kijk, we hoeven hier niet over 1 miljoen meer of minder te praten. Maar uiteindelijk moet je wel een mindset gaan krijgen als club zijnde. Dat je in een andere periode zit. In een andere fase van ontwikkeling. Maar ik vind zeker dat NEC hoger in de een andere fase van zijn. Ja. Dus dan horen dit soort bedragen erbij. Nee, oké. Okay. Nee, kijk, wij waren bij Heerenveen in 3 jaar tijd onder Johan Hansma 52 miljoen euro netto. Dus daar waren alle gages van de zaakwaarnemers en de speler en zelf van af. 52 miljoen netto in 3 jaar tijd. Ja, en dat was dan 12 jaar terug. Ja. Dan mag het toch ook wel zo zijn dat NEC dat nu ook kan. Maarten, die hebt ook, zijn jullie tevreden met de huidige toch wel erg jonge selectie van NEC? Volgens mij hebben we nog wel een redelijke as van 30 plus. Maar ja, jong of oud doet er niet toe. Als ze presteren op niveau, dan is dat hetgene waar je voor betaalt. Ja. Ben jij ook zo iemand die zegt, want er is natuurlijk best wel wat genoemd geweest, nou de transfermarkt afgelopen is, van ja,
allemaal leuk en aardig wat NEC allemaal haalt. We kennen de helft allemaal niet. Nog nooit van gehoord. Als we moeten googlen, dan moet je eerst kijken of we wel goed spellen. Er is geen echte naam. Er is niet echt een smaakmaker is er gehaald. Is dat belangrijk? Ja, nee, vind ik niet. Vind ik onzin. Ik vind, kijk, ik snap publiek wel dat ze een naam willen hebben, maar een naam zegt me helemaal niks. Bassie en Adriaan hebben ook een naam en die kunnen niet voetballen. Dus maar dat zijn ik wel denk leuk. Dat je gewoon echt moet zoeken naar jongens die gewoon goed kunnen voetballen. En dat hebben ze op dit moment prima gedaan. Ze hebben 3 keurige Japanners binnengehaald. Oude Jan is een prima aankoop. Dus ja, is wel een naam toch een beetje? Ja, maar goed. Schalke, tweede Bundesliga, het is niet een naam zoals je Cillessen gehaald is, van Sherry gehaald is. Nee, maar deze jongen kan gewoon goed voetballen. Dat heb je gezien. Ja, dus, zeker. Dus dan haal je toch iets goeds binnen. Ja. Ik vind dat ze het prima doen door niet zichzelf te conformeren aan namen. Bas Dost werd gehaald en ik heb me echt afgevraagd waarom hebben ze dat gedaan. Ja, ik blijf nog steeds bij dat het een paniekaankoop is geweest. Nou, ik denk het ook. Want uiteindelijk had je met Koki een speler gehaald waar je het in zag zitten. Die dat ook bewijst. Hè? Het is niet de allerbeste voetballer van de wereld. Maar als die bal voorkomt, dan kopt hij hem à la Santos toch wel meestal in de goal. Ja, en daar zet je dan op in. En dan snap ik de aankoop van zo'n Dost dan niet. Waar zijn jongen dan weer even aan de kant moet. Maar ik denk dat NEC gewoon verder moet gaan op de manier zoals ze nu doen. En deze spelers een kans geven. En dan ga je ook die miljoenen binnenhalen. Anders ga je ze niet binnenhalen. Maar de illusie van namen binnenhalen zijn we toch in dat KKD-jaar met een Joey van den Berg en een Darry die we toen allemaal haalden. Hè? Dus we hebben toch toen al verloren. Want dat waren ook namen. En die hebben ongelooflijk het ijs gezakt. Dus je moet gewoon, wat jij zegt, Roderick, gewoon spelers halen waarvan je gewoon waar je je hel ziet. Ja, en die moeten presteren. En of ik denk dat we dat ook gehaald hebben, toch? Of niet? Ja, zeker. Ik vind een Eunal echt zo'n voorbeeld. Ja, maar goed, namen is toch helemaal niet spannend. Ik heb Albers niks horen zeggen de hele transferperiode niet. Is Thomas Ouwejan een grote naam? Nee, maar ik heb ook niemand horen zeggen in die technische staf, we gaan een grote naam halen. Dat is Wilco geweest. Maar Wilco is toch niet van de technische staf? Ik heb Albers niks horen roepen. Nee, okay. Ik vind dat ze het uiteindelijk gewoon heel goed gedaan hebben. We hebben elke positie dubbel bezet. En wat ik gezien heb, zover ik daar verstand van heb, zie ik dat ze elkaar goed kunnen opvolgen als er een wissel komt. Dus eigenlijk hebben we niet zo heel veel te klagen. En ik denk dat wat Roderick zegt, dat hoop ik in ieder geval, dat we met z'n allen inderdaad tussen 5 en 7 gaan kijken. En dat we dat ook mogen verwachten nu met zo'n selectie. Maar dan moet je nog gaan kwalificeren. Wat is een grote naam? Je bent een opleider, je bent een doorverkoophuis. Nou, maar dat moet je wel hebben. Het doorverkoophuis wordt nu wel bepaald vanuit een andere positie. Dus je kopende clubs zijn niet meer de Nederlandse top, maar dat is dan eventueel de Europese subtop. Ja. Kijk, je gaat nu voor Benfica opleiden, hè? Dus dat is iets anders. Ja. Dus de spelers die jij scout nu, moeten ook wel gescout worden op het niveau dat ze binnen 2-3 jaar zover zijn dat ze bij Benfica kunnen spelen. Bijvoorbeeld. Ja. En dan kun je die bedragen vragen. Heren, er wordt zaterdag voetbald. Heracles, we moeten wel een beetje schot voor de boeg doen. Hè? Sano is er niet bij. Die is 1 wedstrijd geschorst. Dus dat moet er gewoon makkelijk op te lossen zijn met hoedemakers. Voor een Japaner was het trouwens wel een mooie ippon. Hè? Ik weet niet of jij judo kent. Het was wel... Godverdomme. Ja, dan heeft hij daar misschien te veel naar gekeken. Ja. Maar ik denk niet dat hij deze fout nog een keer gaat maken. Maar even over zaterdag. Dat moeten wel 3 punten zijn, toch? Ja, eens. Ja, kijk, weet je jongens, tussen wat moet en wat gaat gebeuren, zit natuurlijk niet iedere zaterdag hetzelfde tussen. Hè? Ik bedoel, het kan ook wel eens een keer een zaterdagje tegenzitten of een zondag. Ja, dat hoort er ook bij. Ze zullen ook een keer winnen van Feyenoord, om eens wat te noemen, in de Kuip. Ja. En dat hoort er allemaal bij, maar het gemiddelde moet zo zijn dat je Heracles natuurlijk wel verslaat. Hoe gaat het worden dan? Nou, nulletje of ik denk wel 2-3-0. Oké. Wat hebben we tegen Volendam? Ik zeg even 3-0. Dat moet wel even 3-0? 3-0 zeg ik, ja. Wat hebben we tegen Volendam gedaan vorig jaar? Hebben we niet verloren? Thuis? Ja. 3-3. Ja, en dan wordt het 3-3. Ja. Ah, ga op, man. De medisch serieus. Ja, echt? Yes. Volendam is gedegradeerd. Dus het zou kunnen. Nee, ja, ik denk dat we 2-1 winnen. Ik wil zeggen, schrok al van je... Oppassen, Jans. 2-1 winnen. Ik denk 4 of 5-1. 4 of 5-1. Jij denkt echt zo. Helemaal los. Die nieuwe Japaner gaat scoren. Ja, die komt erin. Ja, die komt erin. Die gaat erin maken. Kento. Kento, ja. Ja, dan moet ik er nog zeggen. Ik denk het. Ik zeg weer 2-0.
Had ik van de week ook goed, nu ook weer. Nou. We waren blij hoor. Nou, helemaal niet. Heb je Sano ingeseind of zo? Nee. Dus dat denk ik wel. Hoe vond je het zo, Rodrik, om weer in een podcast te zitten? Want ja, je hebt er een tijd lang over gedaan om weer iets met podcast te doen. Nou ja, ik heb toen een bom gegooid bij FC Groningen in een situatie door alle mensen een azijnzeiker te noemen. vond de pers niet zo heel erg prettig en de directie ook niet. Dus, maar goed, uiteindelijk bleek wel gelijk te hebben achteraf. Maar Gerry wilde niet meer. Oh. Want die was denk ik aangesproken bij NEC dat hij met mij geen podcast moet doen. Want dan kom je negatief in het beeld. Dus vandaar dat er geen podcast meer heeft plaatsgevonden. Ik vond het vandaag en nu heel zit positief. Gerry dus bij de concurrent. Ja, en ik mag vandaag hier aan aansluiten. Dus wij zijn nu klaar. Dus nee, maar ik krijg een belletje vanuit NEC niet meer doen. Het was de laatste aflevering. Hij was heel positief vandaag. Ja, dat vond ik ook. Ja, ik vond je echt wel inhoudelijk goed. Het heeft wel even want je had toen een leuke podcast wat ook over voetbal ging. Je hebt toen ook gezegd van ik ben er even helemaal klaar mee met voetbalwereldje. Is het echt zo verrot dan? Ja, verschrikkelijk. En dat komt ook niet meer goed? Kijk, ik vind dat je in het voetballen altijd moet uitgaan van kwaliteit. En dat is een illusie. Omdat het toch heel vaak gaat wie kent wie. En dat maakt het bouwen met een speler of het bouwen met een trainer of het bouwen met een voetbalclub heel erg lastig. Ja. Dus de hele voetbalwereld is daarin gewoon... Nou ja, het is anders. Ik pas daar niet op die manier. En ik vind het ook helemaal niet erg. Ik zou het niet erg leuk vinden als mensen zeggen, nou jij past daar. Dus ik vind het prima zo. En ik keer af en toe over voetbal praten is helemaal niet erg. Maar ik vind wel dat je alles moet kunnen onderbouwen. En ik hou niet van euforie, terwijl er helemaal geen euforie is. Of een mooi verhaal vertellen dat het niet waar is. Daar heb ik wat moeite mee. En daar heb ik één nadeel, ja, dan zeg ik dat ook. Goed, dit was hem dan weer. Maar je vond het wel leuk, Rodrik. Ik vond het heel gezellig. Dus we kunnen nog wel een keer bellen. Zo heel af en toe, niet te vaak. Nee, niet te vaak, maar nog eens een keer. Dan kunnen we weer. Komt goed, mannen. Succes. Wat was jij trouwens stil vandaag? Je was, luisteren naar Rodrik. Maar weet je, het wordt eindelijk voor het eerst dat er inhoudelijk over dingen gesproken wordt. Dit is de eerste keer dat we inhoudelijk eigenlijk ergens op ingaan in deze podcast. Dus ik vind het fijn dat hij aan het woord was. Goed. En trouwens, ik moet er nog wel even bij zeggen. Fantastisch publiek weer, hè? NEC-publiek uit. Ja. 1000 man, feest vieren, Polonaise. Ja. 2-0 verliezen, dat is dan wel jammer. Maar wel een gigantisch leuk feest. Nee, dat zag er wel weer goed uit. Ondanks dat het vervroeg was dat toch zoveel mensen nog afreisden richting Eindhoven. Ja. Maar we gaan het nu zaterdag weer in de uitverkoop Goffert Stadion zien. De wedstrijd is 9 uur, hè? Heb ik het goed? 9 uur wordt die wedstrijd gespeeld. Ja, ik zie jou. Ja, 9 uur. Zaterdagavond. De bank. Nee, dan zit je niet op de bank. Dan zit je gewoon in het stadion. Gewoon in het stadion. En dan is er ook natuurlijk weer live verslag. We zijn er deze week nog met de NEC-update voorbeschouwing. Natuurlijk op die wedstrijd met interviews. In ieder geval met trainer Rogier Meijer. En welke speler wil jij graag voor de camera zien? Laat het in ieder geval eventjes weten via een DM'tje. En wij zijn er volgende week weer. En dan gaan we het hebben over het stadion. Yay. Het stadion Blaché, ook belangrijk natuurlijk, want we willen een nieuw stadion. Juist. Goed, daar volgende week meer over. Dank je wel voor het luisteren.